In een zaak waarbij 6 Surinaamse organisaties in Nederland een rechtszaak hadden aangespannen om het uitspreken van excuses door de Nederlandse regering op 19 december tegen te houden, heeft de rechtbank in Den Haag vandaag de bezwaren afgewezen. Het NOS schrijft dat er volgens de rechter geen sprake is van een ethische kwestie. Volgens de organisaties heeft het kabinet de zorgvuldigheidsnorm geschonden. Maar de staat is niet verplicht om excuses aan te bieden. Het is iets waartoe de staat zich moreel verplicht voelt. Dat kan alleen worden afgewogen door de staat zelf. En daarom kan een rechter niet ingrijpen, oordeelt de bank. Direct na de uitspraak liepen de excuses hoog op. In een eerder gesprek met AT5 gaven de initiatiefnemers de reden voor de rechtszaak. Datum, dat is voor ons zo kwetsbaar. Het is symbolisch voor het moment dat formeel de slavernij is afgeschaft. Nu komt de heer Rutte met een plannetje om dat midden in de winter, 19 december, te doen. Daar is totaal geen verklaring voor te vinden. De mensen zijn woedend en radeloos ook. En dit is een onderwerp die we al jaren met elkaar bespreken. Dus nu voelen ze van nee, dit kan niet. Dit is onmenselijk, de manier, de wijze hoe de overheid meent hiermee om te gaan. In verband met de excuses die zullen worden uitgesproken op 19 december komt de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag vandaag aan in Suriname. Zij zal de Surinaamse regering formeel en omstandig informeren over de voornemens voor het bieden van de excuses voor het slavernijverleden. President Santokki zal deze dagen alle belanghebbenden aanhoren om een standpunt in te nemen. Vanmiddag zei het staatshoofd in het parlement dat zij nu met een publieke nota in kennis zijn gesteld over de komst van vicepremier Kaag. Inmiddels is er een voorgesprek geweest tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname en de minister Kaag. En daarbij zijn alvast een paar van de aspecten besproken geworden, welke te maken hebben met ook de inzichten die wij nodig hebben vanuit de kant van Nederland, maar ook de inzichten die wij graag ook zouden presenteren. En dat zal morgen gebeuren, als zij haar opwachting maakt bij mij. Maar nu al is het duidelijk dat ze naar Suriname komt, omdat Suriname en Nederland goede banden onderhouden. En dat men gekozen heeft om de Surinaamse regering en ook andere instanties te informeren. Namelijk wat Nederland beslist heeft, zal beslissen en wat de inzichten zijn van Nederland. We moeten rekening houden dat ze niet hier komt met de verwachting dat ze toestemming nodig heeft of goedkeuring nodig heeft. Nee, uiteraard bij het bezoek zullen wij als regering, zeker als president, de inzichten van Suriname kenbaar maken. Vanavond heb ik nog gesprekken met belangenorganisaties van Suriname om ook van hun te vernemen wat hun inzichten allemaal zijn, meneer voorzitter. En natuurlijk ga ik als president de inzichten van Suriname met haar meegeven, bestemd voor de premier en bestemd ook voor de koning van Nederland. Belangrijk voor de regering is dat ook zij een coördinerende rol krijgen.